Maar dan nu. Dan nu. De winnaar van dat prachtige beeldje. Een ja, begrip ik ga daar inmiddels. Staan. Want, de winnaar. Wie gaat het beeldje geven? Van de Gouden Kikker 2018. Is geworden. De Lijster Igge van Liag Architecten. Hartig feest, heer. Dankjewel. Dit is en blijft de dorpsschool. Van de buitenkant, ja. Want van de binnenkant heeft de Lijster Igge in het Friese op einde een totaal andere look gekregen, vergeleken bij hoe het was. Een oud, bruin, wat versleten gebouw met allerlei aanpassingen waar we niet meer blij van werden. En nu zien we een prachtig gebouw. Met mooie kleuren. Kinderen voelen zich thuis in de lokalen. Ja, het is het eerste van zijn aard waar dat echt gelukt is. Van renovatie in 6 weken tijd, van het aardgas af, full electric, energieleverend gebouw te maken. En dat moest ook wel, want volgens de website is dit de eerste echte energie-neutrale school in Nederland. Hoe is dat gelukt? De hele school is dik ingepakt. Dat zie je bijvoorbeeld hier, zie je dat het driedubbel glas is. Maar je ziet ook dat er een heel dik pakket aan isolatie is, dat hier onder aan de dak doorloopt. Dus alles is aan de binnenkant geïsoleerd, vloeren, wanden, plafonds. Driedubbel glas daarin zetten. En het dak gebruikt, optimaal gebruikt voor energieopwekking met zonnepanelen daarop. En daardoor is het uiteindelijk gelukt. En wat je hier op die plek ziet is de elektriciteit die wij hier produceren, die gaan wij hier aan de ledlampen gaan wij die eigenlijk verbruiken. Hier kun je zien dat wij bijvoorbeeld CO2 gestuurd de ventilatie draaien. Deze ingrijpende renovatie kon doorgaan dankzij de financiële steun van Platform 31. Maar het succes zit hem ook in de afspraak met de aannemer. Nou, hier is de truc, en dat is een hele slimme truc, te zeggen aannemer, je bent 20 jaar lang verantwoordelijk voor alle onderhoudskosten. Dus die zak geld, dat ging niet alleen maar over van wat gaan we nu maken, maar dat ging ook van hoe gaan we 20 jaar daarmee om. Liag Architecten bewijst hiermee dat slopen lang niet altijd nodig is. Sterker nog, eigenlijk zou je deze manier van renoveren groot op de kaart moeten zetten, zegt Thomas Beugel. Dat gebouw gaat zeker nog 30, 40 jaar mee op die manier. En de andere alternatief was te zeggen, oké, we gaan het plat gooien en we gaan opnieuw beginnen. En dat is doodzonde eigenlijk. Eigenlijk moeten ze, nou, wij pakken gewoon bundels van 10, 15 scholen aan en dat gaat in één keer door. Dan krijg je ook meer repetitie, dan worden ook de kosten lager. Dat wordt het namelijk voor de aannemer veel interessanter ook weer. En dat is natuurlijk ook het verschil met nieuwbouw. Daar zie je toch soms ook binnen een dorp een gebouw staan waarvan je denkt van, nou, is dit mooi? Past dit bij het dorp? Ja, en hier is geen discussie over. Dit past gewoon nog bij het dorp. Nou, u formeert zich even samen, zodat er een mooie foto gemaakt kan worden. Robert Kolen, waarom? Ja, waarom? Het werd al een beetje gezegd. Scholen zijn heel belangrijk om ook te renoveren. Op te krikken tot mooie gebouwen, energie-neutrale gebouwen. En dit project heeft ook een manier gevonden door langjarig samen te werken, de boel ook te kunnen financieren. Er is even gesproken net over subsidies. Maar in nieuwe businessmodellen is nog heel veel te halen. En wij denken dat dit een voorbeeld is om heel veel andere scholen ook aan te pakken. De Gouden Kikker in het midden, de winnaar van de Gouden Kikker 2018. Nou, wij zijn bijzonder trots dat het gelukt is. Denk ik. Ja, heel trots dat je na zo'n intensief traject met elkaar deze mooie award mee naar huis mag nemen. Ja, we zijn echt ontzettend trots dat na al het werk wat we ervoor gedaan hebben, dat dit dan gebeurt. Echt, ja, perfect. Een beloning voor 3 jaar keihard inzetten op dit mooie concept en de uitwerking daarvan. Dat het tot een goed einde is gebracht. Mooi, ja.